ben Marja Kerken. En ik Ilona Rozenboom. En ik ben Joop van der Hoor. Goeiedag, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Welkom bij Botlek TV Link Media. Achter de camera Roel van Deursen. En we hebben een speciale gast. Eigenlijk twee speciale gasten. Behalve de dames hier naast mij. James, de tackle. En zijn zoon. Zijn zoon die is eventjes... Ja, waar is je zoon? Zijn privacyplekje onder het bed legt hij in de tapijt van slaapkamer. Onder het bed. Ja. Buiten is het 31 graden. Ja. Hier 25. Dus we begrijpen het allemaal. Ja. Ja, we zijn hier bij twee echte kampioenen. James, die is meervoudig kampioen. En ja, jij bent eigenaar eigenlijk. Fokker van meerdere kampioenen, als ik het zo heb begrepen. Nou, daar ben ik mee bezig. Daar ben je mee bezig. Ja. Ja, ja Ilona Rozenboom, vertel eens, James, die komt bij jou vandaan? Ja, nou, ik heb James geïmporteerd uit Rusland. En omdat ik ja, heel graag wat nieuw bloed wilde. En dat is gelukt. Het was van voor de oorlog, hè? Het is geen spion. Nee, het is geen spion. Geen spion. Nee, het was nog inderdaad voor, net voor de oorlog. Okay. En ja, hij doet het eigenlijk supergoed. Hij heeft nu 4 nestjes verwekt totaal. Tenminste, dat hopen we. We zitten op de laatste 2 te wachten op de echo. En George is de zoon van vorig jaar. Ja, speciaal ras. Het, wat ik zeg, heel oneerbiedig zeg ik tackle, maar die hebben we op voetbalveld ook natuurlijk, hè? Tackle. Ja. Maar het is een speciaal ras, hè? Ja. Ja. Eens een tackle, altijd een tackle. Je begint met 1 en je eindigt met meer. Ja, maar hebben toch een speciale naam? Een ras als Dachshund Kenningham Langhaar. Ja. Ja, kanientje. Ja. Dit is een kanientje. Ja, ik zeg kanientje. Een kanientje. Kanientje, een kanientje. Ja. Ja, het is een reu. Ja. Mannetje. Want hij moet hard werken, flink aan de bak. Ja, doet hij graag. Om, ja, dat begrijp ik. Ik heb begrepen dat zelfs de auto nog voorgereden en dat hij dan naar zijn werk gaat. Ja. Ik zoek ook zo'n baan, zeg. Jongen, jongen, jongen. Opgehaald worden door een chauffeur en dan zo. Maar goed, we komen echt voor het serieuze spul. Want het Nederlands jeugdkampioen. En ik ga even naar jou, Marja. Ja. Marja Kerken. Ja, klopt. Jij hebt James geadopteerd, gekregen. Hoe is dat gegaan? Vertel eens. Nou, ik een aantal jaren geleden ben ik verschrikkelijk gevallen op de galerij. Ik heb mijn knieschijf gebroken en flink stukjes. Ik kon heel slecht lopen. Ik leerde Ilona kennen via de weggeefhoek. En nou, hartstikke fijn, ja, gewoon omdat ik rondjes had. Waar hij ook spulletjes van had, ik zei, nou geef ze naar haar. Dus nou oké, okay, prima. En toen kwam ze op gesprek. Ja, ze zei, jij op James willen passen? Ik zei, ja, heel graag. Dat was hartstikke leuk. Dus ik heb James gekregen. Niet te bedenken van dat ik er nog een pup bij ging krijgen. Dat vond ik dus echt heel erg leuk. Dus eigenlijk dankzij James ben ik zo goed gaan lopen. Ja. Dan ben ik hem echt heel erg dankbaar. Ja, want dan word je verplicht om naar buiten te gaan. Ja. Je moet de hond uitlaten. Je woont op een galerijwoning. Ja, ja. Dus dat is echt een verplichting naar buiten. Ik zei, alleen maar goed natuurlijk. Geweldige therapie. Ja, en een goedkope therapie. Want je hoeft alleen de hond uit te laten. Het kost je geen eens. Ja, dus je hoeft al niet. Maar dat is gewoon hartstikke leuk. Daar ben ik heel blij om. Het is super gezellig. En gezellig in huis. Dus toppie. Ja, heel leuk. Nou ja, ik heb begrepen, Ilona, dat Marja heeft het over goedkoop. Hè? Je hoeft niet naar een sportschool en dat soort dingen. En fysio. Maar ik heb ook wel begrepen dat de honden een aardige prijs hebben. Dat varieert zo'n beetje van tussen pakweg 1500 tot het oneindige. Ja. Ja. Jij zit in een bepaald segment, hè? Zo, niet dat hier echt tonnen mee verdiend worden. Nee, zeker niet. Het is een hele leuke hobby. Het is een hele leuke hobby. Ja. En je moet er ook echt wel heel veel tijd in steken. Ja, een tijd niet alleen. De beesten moeten gevoerd worden. En je moet overal naartoe. Hè? Want, naar shows. Naar shows. Ja. Hoe kom je eigenlijk erbij om hier A mee te beginnen en B een hond uit Rusland te halen? Ik heb al 25 jaar tackles en eigenlijk wilde ik al veel eerder fokken. Maar ja, mijn ex zag dat niet zitten en ik werkte toen de tijd nog fulltime. Dus dat ging echt niet. En nu had ik de kans om het wel te doen met een heel mooi teefje. En ja, toen heb ik het gewoon gedaan. En dan kom je erachter dat het op zich soms best wel lastig is om een geschikte reu te vinden. En om ieder jaar dezelfde reu te nemen, ja, dat is ook weer zo wat. Dus toen dacht ik van, nou weet je wat ik doe? Ik koop mijn eigen fokreutje.
die kan ik dan ook gebruiken bij anderen. En dat is eigenlijk heel goed uitgepakt. Want het is echt ten eerste een ontiegelijk lieve hond. Yes. Terwijl die hier toch al bijna 6 maanden was toen die in Nederland aankwam. Dus je moet altijd maar wachten hoe een fokker in het buitenland zijn pup socialiseert. Maar dat is echt perfect gegaan. En ja, hij doet dat ook gewoon goed op de show. Dus ja, dat zeg ik. Hij heeft nu afgelopen week, vorige week, heeft hij 2 dekkingen gedaan bij mijn honden. En dan weten we over 3 weken, als er een echo gemaakt wordt, of ze ook daadwerkelijk zwanger zijn. Ja, en dat nestje van vorig jaar, dat is natuurlijk George, die Marja gekregen heeft. En dat waren 7 puppies. Ik heb er zelf ook 1 gehouden, een tijgertje, een teefje. En daar loop ik nu de shows mee. Die gaan nu voor de punten lopen, die zijn net 1 jaar. Marja? Ja? Het is jouw hond nu. Ja, mijn hond. En ja. Ik heb begrepen dat hij ook een heel groot fan van Feyenoord is. Ja, hij is heel goed. Ja, zeker weten. Ja, ja. Ja. Want ik heb naar jouw achternaam gekeken. Ja. En je heet Kerkum. Ja, nou, klopt. Een van de oud-voorzitters, maar zeker ook een van de oud-spelers. Ja. Dat is een oom van jou. Klopt. Want anders bij leven toen. Ja, dat klopt. Gerard Kerkum, ja, dat is een oom van mij. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus de hond wordt rood-wit opgevoed? Ja, echt wel. Ja. Zeker weten. Ja. Ja, dat heb je hem al afgetraind dat hij ze uit 0,20 in de kuit erbijt? Ja, nou ja, zeker weten. Ik ga regelmatig naar de kuit nemen. Nee, dat we gaan we wel regelen natuurlijk. Dat moet hij wel even kunnen. Ja. Geen Ajax hier. Dat is een heel lelijk woord hier. Nee, nou ja, dat woord wat je net noemde, komt een piep overheen. Ja, gelukkig. Dus, ja, doen hoor. We hebben het over 0,20. Hè. 0,20, ja. 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 Nou, alle gekheid op stokje. Ja. Hartstikke mooi natuurlijk dat je door een hond eigenlijk geholpen wordt met je revalidatie. Ja. Honden kunnen je heel veel geven. Juist. In de vorm van liefde. Ja, ook. Daar moet je wel ontzettend veel aandacht voor teruggeven. Ja, ja, klopt. Want het gaat niet van 1 kant. Nee, nou ja, weet je, ik ben dol op honden altijd al geweest. Ik ben echt gek op honden. Ik zou het liefst een hele hoop honden hebben, maar 2 vind ik zat. Ja, je woont op een flat, hè? Dus je moet ook rekening houden met de buren. Met de buren, ja. Dus wil ik niet de mensen ook wel. Maar ja, het liefst zou ik nog meer honden willen hebben. Maar ik heb eigenlijk heel lang honden gehad. Van een labrador tot nu dan een tackle. Ja. Dus ik heb er al een beetje een soort van verstand van. Dat is gewoon echt een hobby van mij geworden ook. Ja. En dankzij Ilona. Dus ja, dat is top. Dat heeft gewoon 2 kanten werkt dat. Ja. Zij heeft gewoon een goed adres voor James in dit geval. En ik heb, want James heb ik een goede maat. Ja. Want het is gewoon heerlijk. En lief voor de kinderen, kleinkinderen. Is ook hartstikke lief op. En George ook hartstikke lief mee. Dus ik ben daar eigenlijk heel goed mee geholpen. Ja, en jullie helpen elkaar ook. Ja. Hè? Want jij krijgt een hond. Je revalidatie is bespoedigd. Ja. En jij hebt een oppasadres. Ja. Dus jij kan af en toe nog eens naar Valencia een weekje en de honden even afgeven. Ja. Nou, nee, want ik heb thuis maar hier onder zitten. Hoeveel heb je er? 3. 3? Ja. Oké. En je bent een soort bezienswaardigheid, denk ik, in Waterland om met 3 honden door de straten heen te lopen. Of valt dat wel mee? Nou, het valt op zich wel mee. Maar ze horen ze altijd wel aankomen. Tackles zijn flinke keffers. Ja. Kunnen ze ook van zich afbijten? Dat als, zeg maar, als jij lastig zou worden gevallen? Ja, dat weet ik niet. Die van mij, die wijzen bij wijze van spreken de inbreker op waar het ligt. Ja. En dat zijn gewoon, ja, ik heb echt mensenhonden. Ja. Ze houden niet van andere honden, maar ze zijn gek op mensen. Ja. En dat is wel eens vervelend, want dan loop je in zo'n park inderdaad. En dan gaan ze als een bezetene blaffend op een herder of zo af. En dan, inmiddels weten de mensen het wel van, maar die honden doen niks. Want dan draait die herder. Weet die herder dat ook? Ja, want die draait zich dan om en dan is het. En dan rennen ze als een gek weer terug. Ja. Dus maar het blijven jachthonden. Ja. Ja. Maar ik kan me ook zo voorstellen, hè, dus, want mensen denken, oh prachtig, 2000, 3000 euro voor een hond. Maar je moet er eerst heel veel geld insteken. Ja, en waardoor het gewoon ook een hobby blijft en geen werk wordt. Ja, er gaat echt heel veel geld in. Je moet sowieso natuurlijk je shows lopen, of moet. Ja, wij vinden dat ook leuk. Ja, het is super leuk. Oké, maar je moet er ook naartoe rijden en dat is niet altijd in Waterland of hier in de Hoek. Maar we moeten nu zondag naar Zwolle. Ja, naar Zwolle. En volgende week moeten we naar Maastricht. 2 dagen. Ja.
Dus, nou, mijn nicht in Maastricht en lekker dolle in Zwolle. Oh ja, toch wel zeker. Zoiets iets in die trant. Dat wordt het zo. Ja. Ja, leuk. Maar even nog inhaken op elkaar helpen met honden. George werd pas geleden aangevallen door een hond uit het flat hier zo. En James nam het toch voor zijn zoon op. Die kwam toch ook gelijk zijn zoon helpen. Ja. Dus het werkt wel. Dat je denkt, maar ik laat maar niet. Nee, dat doen ze echt niet. Nee. Ze blijven dan van zich af in dit geval. Misten hun in dit geval wel. Want ze accepteren het echt niet. Was zeker die hond van Roel van Deursen. Dat is een schat van een beest. Nee, dat doet die doet niks. Maar dat is een hond wel uit het flat. Maar dat is niet echt een favoriet hondje. Maar oké. Nou, het deed heel lelijk en hij viel hem aan. En ja, dan gaat de bakkelei worden en dan wordt het toch vechten. Ja. En dan pakt hem echt. Ik denk, ik kan niks. Ik vond echt een rond genadeld. Je schrik je rot, omdat het. Ik heb het allemaal nooit aan de hand gehad. Maar ja, dan schrik je wel. Dan denk ik, oh god, George, weet je, maar hij beet van zijn gaf en hij ook kan me helpen. Ja. Dus dat vind ik toch wel mooi om te zien. Dat is leuk om te zien. Ja, vanwaar die koninklijke namen? Want ik zag het op het naambordje staan. Ja, ja. Jouw naam. En dan daaronder portretjes van de honden. De honden. Ja, ja. En dan James en George. Het klinkt een beetje koninklijk. Ja. Eigenlijk had jij Diana moeten heten. Ja, Diane. Lady Di. George. En James. Ja. Nou, George, dat is eigenlijk in de nacht me ingegeven. Terwijl het ook bij Ilona kwam in de nacht. Ik zei in de auto, ik heb de naam voor de hond. Oh, zei ze, noem maar. Zegt George, nou ja, zei ze, George heb ik ook. Dus ja, James die had al eigenlijk al van Ilona. Dus dat is de naam al. Maar ik vond het wel leuk om bij elkaar te passen. Ik heb moeilijk Louisje erbij zetten bij James. Dat vond ik ook niet klinken. Dus nou, dan vandaar George. Dus ja, ik vind het ook een leuke naam. Ja. Dus. En stel voor dat er een derde hond bij komt. Heb je daar al een naam voor verzonnen? Nee, dat wil ik maar niet aandoen. Ja. Mijn hart zegt ja, maar ik moet het ook kunnen doen en kunnen uitlaten. En dat is dan best wel een dingetje, denk ik zo. En dan ook omdat ze best wel lawaaierig zijn van aard, zeg maar, is het geen succes om dan 3 tackles in een flat te hebben. Dat is, nee. Ik zou het wel willen, echt wel. Ik zou het best wel willen, maar... Wat moet je ervoor doen om uiteindelijk een kampioen te krijgen? Een hoop trainen met de hond. En we hebben ook een showtraining krijgen we binnenkort. Dan gaan we donderdag naartoe. En er worden allerlei kneepjes van het lopen bijgehouden, zeg maar. Dat je dat gaat leren. En hoe je de hond in stand kan zetten. En hoe die netjes naast je kan lopen. Hoe je het zelf ook netjes kan doen. Dus er zit een hoop tijd in. Maar wel heel leuk om te doen. En ja, je leert allerlei andere honden kennen. En hoe ze met elkaar omgaan. Dus dat is super leuk om te doen. En nou, dat doe ik met Ilona samen en heel erg leuk om te doen, sowieso. Maar er komt ook tijd in, dat is zeker weten. Wel leuk. Ja, we hebben gehoord wat je er allemaal voor moet doen en dat is behoorlijk wat. Maar ik vraag me ook af, wat moet je ervoor laten? Nou, heel veel moet je ervoor laten, want je bent 24 uur per dag eigenlijk met je honden bezig. Zeker als je een nestje hebt. Vakanties, die zitten er niet in, want ja, of je moet je honden meenemen, dat doe ik dan wel eens in een huisje. Of voor de rest of zo naar het buitenland, ik wil mijn honden niet in een pension hebben of zo. Ze zitten bij mij ook niet in de kennel thuis, ze lopen gewoon lekker rond. Net als bij Marja eigenlijk. Ik ben niet een fokker die de honden echt in de kennel heeft. En dat heeft ook wel eens thuis praktische problemen. Als wij bijvoorbeeld naar show moeten, dan heb ik de oudste, dus de moeder eigenlijk. Die vindt showen niet leuk. Nou, het is voor mij geen verplichting. De hond moet het ook leuk vinden. Dus die gaat niet mee naar show. Maar ja, dat moet wel uitgelaten worden. Nou, en ik heb 2 kinderen. Een zoon en een dochter. En de zoon vindt de honden helemaal geweldig. En de dochter, die heeft zoiets van... wegwezen met die beesten. Dus het is ook wel eens een strubbeling in huis. En ik ben bijvoorbeeld pas geopereerd. Ja, dan heb je wel 3 honden die uitgelaten moeten worden... om de 4-5 uur. Dus dat moet je moet er echt wel veel voor laten. Marja, voordat wij met elkaar in gesprek gingen, zei je ook een let op, pas op. Nou, dat mensen een hond gaan kopen. Ze denken ook leuk, zeker met de coronatijd, een hele hoop honden gekocht. En die honden belanden naderhand toch mooi in het asiel, omdat ze niet meer kunnen zorgen voor die hond, dat ze weer moeten gaan werken. En dat vind ik wel iets om te overdenken voordat je een hond gaat kopen. Ja. Vind ik wel een punt. Ja. Voor een hoop mensen ook. Ja. Nou, daar wil ik wel op inhaken. Want ja, ik heb dan natuurlijk specifiek over de tackles. Maar een tackle is een tackle. Ja. Weet je wel? Het is geen Barbiepop of een ding. Het is een hond met het is een kleine hond met een mega groot karakter. Want ze denken dat ze een doberman zijn, maar dat zijn ze natuurlijk helemaal niet.
En het, de hond heeft ook nog jachtinstinct. Nou hebben James en George dat niet zoveel. Nee. Maar mijn teefjes die hebben dat wel heel erg. En ja, daar moet je wel op trainen natuurlijk. Dat die hond wel komt als je hem roept. En mensen moeten zich wel inlezen in een ras. Wil jij een tackle, dan moet je wel weten van een tackle is wel heel eigenwijs. Als de tackle links wil en jij wil rechts, ja, dan moet je wel die tackle meenemen. Er zijn ook mensen die laten de tackle bepalen. Ja. Nou, maar het want wel als een jij hint, rechts he? Wil met, en je hebt een mandolijn en hij wil naar links, dan tackle je over je tackle lijn. Ja, ja. Ja, zoiets. Maar ik ga toch gewoon rechts hoor. Dan. Dat toch wel. Ja, de hond gaat jij hebt wel. Ook een eigen wil. Ja, zeker. Kijk eens Botlek TV, Link Media. Ja, we hebben weer even een kijkje kunnen nemen in een keuken. Niet in de hondenkeuken, maar in de keuken van Maya en van Ilona. Bezin voor je begin. Dat is eigenlijk ook wel de boodschap die van de twee dames heb meegekregen. Het is allemaal hartstikke leuk. Een hondje in huis. Het geeft je liefde, maar het geeft je ook zorg. En ja, het is weer mooi weer. Het is inmiddels september. Ja. Maar we willen in Spijkenissen, er zijn al zo weinig bomen. Dus zorg er ook voor dat er geen honden aan de bomen worden vastgebonden. Zorg goed voor je hond. Roel van Deursen die maakt nog even wat mooie beelden van de honden. Althans, als die ze te pakken krijgen. Want ze hebben zich vakkundig verstopt. Niets is eigenwijzer als een tackle. En dat blijkt ook wel. We hebben geen idee waar ze gebleven zijn. Misschien ergens in de koelkast hadden ze het warm. We gaan het wel zien. Dit was Botlek TV. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. I love my dog as much as I love you. But you may think my dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I love you. But you make the fate, my dog will always come through. All the pay I need comes a shining through his eyes. I don't need no cold water to make me realize that I love my dog as much as I love you. But you may fade, my dog will always come through. Na 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 na. As much as I love you, but you make faith, my dog will always come through.